Ik vind ook dat ik Excelsior niet tekort wil doen op basis van het feit dat ik ze de gevaarlijkste ploeg vind geweest en dat ze de beste kans hebben gehad. Maar met name in onze instelling en hoe wij op dat veld in de rondte lopen, ja, dat is gewoon een schandalige vertoning. Volgens mij sta je hier ook met heel veel ingehouden woede. Klopt die inschatting een beetje? Ja, maar goed, het lijkt me ook logisch als ik de club moet vertegenwoordigen als coach, dat ik in ieder geval bij mezelf blijf. En niet hier voor jullie ineens als een gek gestaan te springen en te doen. Maar nogmaals, dat ik ongelooflijk boos ben en teleurgesteld, met name in het team, dat lijkt me duidelijk. Wat ging er allemaal niet goed vandaag? We hebben tot 6 uur, dus we hebben de tijd. Nou ja, je kan beter vragen wat ging er wel goed. Ik vond onze opbouw veel te traag. Dat heeft ook te maken wat er gebeurde voor de bal. Ik vond dat we daar te weinig aan speelbaar waren en dat we ook momenten voorbij lieten gaan. Dus al met al, als je daar heel reëel in kijkt, ging er eigenlijk heel weinig goed. Het feit lachte dat we een goal weggaven de eerste helft. Een buitengewoon mooie goal van Guy Fernandes. Maar ik vind dat we hem te makkelijk naar zijn rechterbeen laten draaien. Dat wisten we, daar hebben we ook over gesproken. Nou, dan kom je nog gelukkig net voor rust op 1-1. En dan heb je eigenlijk in de rust weer hetzelfde bandje als wat je tegen Utrecht afdraait. Dat je gewoon te weinig brengt om een wedstrijd te winnen. En als je bij Feyenoord wil spelen, dan zou je dat toch mee moeten brengen. Nou ja, de tweede helft heb ik gezien in Feyenoord dat iets scherper was. Maar niet dat je zegt van dit is wat ik wil zien van Feyenoord. Je komt op een 2-1 voorsprong. Dan denk je nou ja, nu gaan we de rijen gesloten houden. Hier komt geen muisje meer door. Ja, en als je dan ziet hoe wij de goals weggeven, dat is gewoon heel slecht. Je wisselt Tim de Klerk in de rust. Michael Loemp mag debuteren in de Eredivisie. Waarom hou je de Klerk eraf? Nee, ik heb hem niet gewisseld, maar meneer de Klerk vond zichzelf belangrijker als het team. En die dacht op basis van het feit dat een coach iets zegt ten opzichte van de spelers, dat het niet goed was. En hij vond ze eigenlijk, denk ik, heel goed tikken. Dus hij was het er niet mee eens en hij wilde dat tegen mij vertellen. Dus een discussie met je aan in de rust? Ja, en dat leek me op dat moment niet gepast. En zeker niet op de manier zoals wij speelden. En ik ben de coach en ik zal moeten aangeven wat de fout gaat. En hij zal gewoon moeten luisteren. En hij stelde zijn eigen ego boven het team. Dat vond hij op dat moment heel belangrijk. Dus toen op een gegeven moment was ik daar klaar mee en heb ik Michael Loemp erin gebracht. Dit klinkt alsof je voorlopig even klaar bent met de Klerk. Die kans is wat mij betreft heel groot. Maar nogmaals, ik heb met een club te maken, ik heb met een kapitaal te maken. Maar wat mij betreft, als je zo je elftal in de steek laat en denkt dat je zelf beter bent als het team, dan kan je wat mij betreft een andere club zoeken. En nu zoek je nog een spits. Hier loopt een hele aardige rond, hè, Guillaume Fernandes. Ik kan niet anders als dat beamen en dat wist ik. Vorig jaar heb ik hem natuurlijk naar me toe gehaald. Met Schets zo'nzelfde type naar me toe gehaald. Maar nogmaals, dan ga ik nu dingen zeggen. Dit is een goede spits, als de ruimte is dit een geweldige jongen. Maar laten we eerst maar eens intern gaan praten hoe we dit oplossen. Want we hebben vandaag niet verloren op basis van de spits. We hebben vandaag verloren op basis van een ongelofelijke wanvertoning waar we ons heel diep voor moeten schamen. Gaat dit gevolgen hebben? Voor mij? Nee. Maar ga je een straftraining inlassen of wat ga je doen met die gasten? Nou jongens, ik weet niet. Kijk, straftrainingen, dat kan een keer helpen. Maar nogmaals, zoals je weet staat er donderdag een ongelooflijk belangrijke wedstrijd voor de deur tegen A-Gent. Daar moeten we er gewoon weer staan en we moeten zorgen dat we in ieder geval intern de boel gesloten houden. En ik kan me voorstellen dat het publiek niet echt blij met ons is. Maar donderdag zullen wij het vertrouwen met name van het publiek weer moeten terugwinnen. En dat kan je maar door één ding doen, en zeker bij Feyenoord, dat is door stinkend je best te doen. Een aantal supporters was wisheet, wilden de discussie aan met Gudde en er zijn en jij moest ingrijpen. Nou, moest ingrijpen. Ik vind het niet gepast dat dat soort teksten die dan gebezigd worden hier zo vlakbij gebeuren. En nogmaals, we hebben vandaag niet verloren door het bestuur. We hebben gewoon verloren door mij en door het team. En ik denk dat de schuldigen zijn en absoluut op dit moment zeker niet het bestuur.